4 hechte vrienden doen 4 bizarre opdrachten in ruil voor 1 ultieme beleving. Wie heeft er alles voor over? En waar liggen hun grenzen? Wie durft alles aan? En wat gaat echt te ver? Dit is The Spike Room. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar de spanning is onder controle. Ik heb grenzen, maar daar ga ik graag over. Ik denk niet dat er iets is waar ik voor ga terugdeinzen. Ik ben koelbloedig. Ik en mijn groep vertrouwen op elkaar. We presteren makkelijker onder druk. Vooral als uw vrienden je zo de hele tijd aanmoedigen. De belangrijkste van ons in de groep is Kelsey. Ik denk Kelsey. Als mensen denken dat ik ga afvallen, dan zullen ze zien wie Kelsey is. 4 Vlaamse vrienden, 4 bizarre opdrachten, 1 fantastische vakantie. Per opdracht kunnen jullie een ticket verdienen. Het lot bepaalt wie de opdracht gaat doen. Weiger je om de opdracht te doen, dan ga je direct naar huis en doe je niet meer mee. Hoe zijn jullie zo bevriend geraakt? Wij zijn buurmeisjes. Wij kennen elkaar van op school. Wie is dan de meest gekke van de groep? Ik zou haar de meest gekke noemen, denk ik. Ja. Dus jij bent de meest gekke? Duidelijk. Welke vakantie zouden jullie graag willen winnen? The Ark. Feesten, helemaal los. Fantastische vakantie. Ik hoop dat jullie hem winnen. Maar dan moet je vandaag wel heel erg ver gaan. Welkom in de Spike Room. Is dit goed? Oké, let the games begin. Deelnemers, zometeen zien jullie een plaatje op het scherm dat te maken heeft met de opdracht. Daarna draaien jullie de kaarten die voor jullie op de tafel liggen om. Degene die de joker draait, die moet de opdracht doen. Succes. Okay. Dan samen op reis, hè. Niet weigeren. Oh, mama. Ze ziet er echt schattig uit. Ja, schattig. Hoe ziet ze aan timeboxen of zo? Ik zou niet wangen knippen. Wat zijn die zijn niet? Zou je haar slaan? Oh, nee. Oh, nee, dat kan niet. Maar ik denk dat ze met je ogen dicht of zo gaat zijn. Gaan we gewoon een kaart pakken? Gaan we zien. Nee. 1. Ja. Oh my god. Oh my god. Hé, maar er kan letterlijk niets fout zijn aan dat vrouwtje. Is dat JJ? Allee, kom. Ik kon het al niet. Ik kon het al niet. We love you. Ik denk dat het iets zal zijn met een oudere vrouw, maar het zal sowieso out of the box zijn. Dus wat juist, ik weet totaal niet wat ik mij kan verwachten. Als zij het niet doet, doen wij haar pijn, dus ze moet wel. Wat kom je rustig aanlopen? Ja, ik vraag me af wat ik moet doen. Oh, ik zou het bijna zielig gaan vinden. Het scheelt heel weinig. Als je dit zo ziet liggen, wat denk je dan? Iets vals. Of wat juist. Wat denk je dat dit met de foto te maken heeft die je net daarboven hebt gezien? Ik heb haar nog nooit zo kalm gezien. Oh, dat weet ik niet. Doe eens een gokje. Waarschijnlijk dit opeten. Ja. En dan die oude vrouw zien of zo. Ik weet totaal niet wat ik moet doen met die oude vrouw. Mevrouw van Drunen, komt u maar. Ik help u wel even. Ja. Hallo. Oh, alles goed met u? Ja? Wat ziet u er mooi uit? Komt u er... gezellig bijstaan. Ja. Ik merk dat je een beetje bang bent. Logisch. Zal ik gewoon de opdracht voorlezen? Ja. Dat is wel het makkelijkste, hè? Ja, dat is beter. Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland hebben een kunstgebit. Superhandig, want zo sta je nooit zonder een mond vol tanden. Behalve 's nachts. Want dan ligt het kunstgebit in een glas op het nachtkastje. Jouw opdracht. Drink een glas water met een kunstgebit leeg. Maar ze gaat eerst haring eten. I'm not gonna die. U mag aan de slag. Daar gaan we dan. Wat is het dan? Vork en mest. Dit is hoe wij in Nederland haring eten, lieverd. Wauw. Tegen meer dat ik niet veel naar Nederland kom. Ze is er echt van aan het genieten. Ja. Wat denk je nu? Ze gaat haar kunstgebied uitvinden en in dat water steken. Je hebt helemaal gelijk. Ah. Mevrouw van Drunen, doe kunstgebit maar uit. Oh, Jesus. Oh. Kom op, Marianne. Ik zie dat je bovenlip een beetje begint te trillen. Ja. Hoe komt dat? Heeft u een emmer? Het is misschien wel het meest smerige wat ik in een lange tijd heb gezien. En dan presenteer ik dit programma. Mm-hmm. Maar ik wil het toch echt van je weten. Ga je het doen? Voor die ticket. Ze gaat het doen. Is het je rietje? Nee, sorry, we hebben geen rietje. Kom op, Morgan. Ja, wat dan? Ik heb mijn tandenborstel mee. Precies. Alsjeblieft. Tante Morgan. We gaan samen meedrinken. Samen uit, samen thuis. Kom. Oké. Leuk. Dat gaat veel te vlot binnen. Ja. Geef goed achter. Hij is nog niet leeg, lieverd. Sorry. Hij is nog niet leeg. Ik kan er niks aan doen. Kom maar, Morgan. Nee! Inhouden. Oh, wow. Sava, stikken mag ze gewoon niet overgeven. Viesbek. Ja, uiteraard. Wat zegt ze? Sorry, er zit nog een slokje in. Ah, kom nog een slokje. God. Sla hem goed achterover. Ja, dat is het. Mevrouw van Drunen, ja. Het was een eer. Ja. Fijne dag, mevrouw van Drunen. Ja. Mannen, het eerste ticket is binnen. Ze is de kunstgebit vergeten. Oh, nee. Maar weet je wat het allermooiste is? Dat jij jullie eerste ticket binnen hebt. Hey. Alsjeblieft, ga terug naar je vrienden. Goed gedaan. Om met z'n allen op vakantie te gaan, moeten er nog 3 heftige opdrachten worden voltooid. Hey, neem afstand, neem afstand. Mond weg van afstand. Please. Maar was dat mijn brokjes? Nee, dat was mijn lievelingseten. Hé, maar mannen, we hebben er alleen nog eentje. Kom, nog 3 tickets. Dat is mijn ticket. Oh, tweede hint. Voetbal. Misschien moeten we gras eten deze keer. Ik denk dat je de bal moet vangen. Ik weet echt nog niet wat dit kan zijn. Wacht, het is net een penalty, dus misschien moet er iemand op iemand trappen. Ja, dat kan ook iets met kracht zijn. Ja. Oké, ik kan hier echt niets uit afleiden. Ik ga gewoon een kaart pakken en zie wat dat er is. Voilà. Heb je nog steeds je ballen? Oké. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh, Omar, je hebt rugby gespeeld, oké? Jij weet, ja. Omar, je kunt het, kom. Mussels from Brussels. We hebben er alleen. Fix een 2, alsjeblieft. Succes aan. Go! Wil er niemand wisselen? Bier maken. Nee, dat is geen optie. Maak ons proud. Ik zou echt geen flauw idee hebben van wat ik zou moeten doen. Ik weet alleen dat dit met voetbal te maken heeft, of een bal, of iets met kracht, maar ik zou het echt niet weten. Omar? Ja? Ben je zenuwachtig? Nu wel. Doe de bril maar af. Als je dit zo ziet liggen, wat denk je dan? Marteling? Het scheelt weinig, denk ik. Zal ik de opdracht maar gewoon gaan voorlezen? Ja. Jullie Belgen waren wel te zien op het afgelopen WK voetbal. Maar wij Nederlanders niet. Oei. Dat was voor ons behoorlijk pijnlijk. Maar ook jij gaat vandaag pijn voelen. Ik ben geen Belg, ik ben Marokkaan. Ik moet toch geen wraakactie op mij nemen. De opdracht. Neem 5 strafschoppen met schokbanden om. En wat doen die banden juist? Nou, ze heten schokbanden. Ja. Dus ik denk dat je redelijk wat schokken gaat krijgen. Ga je voor die ticket? Of geef je op en ga je naar huis? En laat je je vrienden in de steek. You can do this! Omar, we love you! Okay. Nee, ik ga ervoor gaan. Ben je klaar om 5 penalties op dit verschrikkelijke grote doel te nemen? Ja. Omar! Jij mag je eerste penalty nemen. Maar dat is geen gewoon schot. Omar. Wacht, Omar, hier man. Omar. Ja. Maar geen pauze. Ja. Ah! Hoe voelt het? Pijnlijk. Ja? Ben je klaar voor penalty nummer 3? Je mag ook stoppen. Je kan nu nog naar huis als je wil. Nee. Blijf gaan, Omar. Oh. Omar, trappen. Omar, ga je door? Ja. Ja? Ja. Stel voor ik nummer 3. Oké, nou penalty nummer 3, alsjeblieft. Allee, ga ervoor. Ah, fuck. Oh my god. Omar. Oh, wacht even. Je spreekt mijn naam veel uit. Ik weet het. Daar is ook een reden voor. Oh. Is dit een zwalbe of is dit echt? Waarom zou ik dit faken? Ik ben klaar voor penalty nummer 4. Oh, Omar, kom zo direct. Nee, we hebben geen pauzes. Ik denk dat Omar naar huis wil. Nee. Je hebt niet allebei je benen gebroken, maar dat weet je. Dat is in mijn spieren, hè? Ja, dat is ook te bedoelen. Klaar voor penalty nummer 4? Ja. Kom. Blijf recht staan, blijf recht staan. Ik ben echt weg. Kom op, Omar. 5e en laatste penalty. Gewoon doen, snel. Omar, snel, ga. Okay. Mag ik dat los? Ja, ik ga ze snel loslaten. Hé, luister. Je hebt het gehaald. Je bent een... Je hebt het goed. Rustig. Alsjeblieft. Ja? Kijk naar mijn benen. Even wachten op het, op het allerbelangrijkste. Heel erg goed gedaan. Echt waar. Goed gedaan, Omar. Kom omhoog. Thanks, Omar. Ja. Ik heb fix. Helemaal tot het gaatje gaan. En dat allemaal voor die waanzinnige trip. Het is tijd voor de 3e opdracht. Hey! I love you, bitch. Pak je lelijke boek. Hey, uw benen zagen er echt rood uit, Thomas. Holy shit. Zie je dit? Er zitten fucking 2 putten in. Gratis epilatie. Dat is echt pijn. Man. Ja? Dat zit tussen mijn spieren. En dan elektriciteit erdoor, hè. Dat deed echt pijn. Ik wou bij de tweede wel stoppen, hè. Ja? Maar je wou niet stoppen, hè. Je wou aan het stappen. Want je lag op de grond. Op een bizarre manier. Ja? Maar je denkt dat dat één schok is, maar deze schokt. En dan deze, en terwijl je ligt op de grond en deze begint nog te schokken. Oh my god. Een muis, nee. Ik wil hem doen. Ik hoop dat ik hem mag doen. Is dat muis of rat? Of maakt niet uit. Je ziet de staart niet, Als het zo'n lange staart is. Zo'n lange, dikke staart is. Ratatouille. Dit. Oké, wie van jullie is er niet down alleszins voor dit? Ik ben even uit voor altijd. Nee, maar... We gaan gewoon kaarten trekken. Ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ik doe het. God is with us. Ja! God is with us. Woe! Dat is succes. Ja, succes. Ik denk dat ik met een muis of met een rat in aanraking ga moeten komen. Ik zeg muis of rat enkelvoud. Het kan meervoud zijn, alleszins over mijn huid. Sommige mannen vinden het fijn als ik mijn hand op hun rug leg, maar dit is echt heel even alleen om je neer te zetten. Ik denk dat je in die pak moet liggen en dat die ratten daar gaan inzitten of muizen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Nu, ik heb weinig kleren aan. Ik zag een muis of een rat. Ik weet het niet. Nou, ik zou gewoon je bril afdoen. Oh, ik hoop dat die muis gegeten heeft. Andy, ik heb die muis nog niet gezien. Zal ik gewoon maar beginnen aan de opdracht? Ja, alsjeblieft. Ratten zijn niet kieskeurig als het om eten gaat. Ze zijn dus altijd blij met stukjes fruit, groente of bijvoorbeeld brood. Wauw. Ik heb een emmer vol brood. Ze eten alles, maar dan ook echt alles. Jouw opdracht. Ga in badkleding in deze glazenkist liggen en laat een minuut lang de hongerige ratten het voedsel van je lichaam eten. Ah, joh. Next level. Dan wil ik nu graag weten of jij gaat strijden voor die 3e ticket en in die bak gaat liggen een minuut lang. Wat is een minuut op jullie leven? 4 hechte vrienden doen 4 bizarre opdrachten in ruil voor 1 intieme beleving. Dit is The Spike Room. Jouw opdracht. Ga in badkleding in deze glazen kist liggen en laat een minuut lang de hongerige ratten het voedsel van je lichaam eten. Ah, joh. Next level. Dan wil ik nu graag weten of jij gaat strijden voor die 3e ticket en in die bak gaat liggen een minuut lang. Wat is een minuut op jullie leven? Deze hebben oprecht een paar dagen geen voedsel gehad. En het zijn vooral geen tamratten. Deze zie je dus niet thuis in een hokje zitten. En hoe lang moest ik erin zitten? Een minuut. Kom on, Charlotte! Je kunt het! Ze hebben ook erge dingen moeten doorstaan, dus ik ga ervoor. Ik ga geen nee zeggen. Ik doe het voor mijn team. Wij willen samen op reis en als ik daarvoor een paar ratten beter moet doorstaan... Ik ben ingeënt, dus ziektes zal ik niet krijgen, hoop ik. Heb je ook nog iets voor hieronder of is dat vrij toegang? Dat is vrij toegang. Oh shit. Nee, toegang. Je moet nu wel, je hebt ja gezegd. Ja, maar ik doe het ook. Oké. Okay. Ik hoop het niet. Ja? Oh my god. Dus die moeten wel naar daar gaan. Ik weet dat je honger hebt. Kijk maar, die. Er is bij zijn ballen. Ja? Chill. Aan zijn oor. Dan kan je gewoon fluisteren. Ik vind het dat de langste minuut van zijn leven, hè? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En je hebt hem gehaald. En waar je dan voor strijdt is natuurlijk die 3e ticket. Die is voor jou. Thanks. Ik denk dat je vrienden blij met je zijn. Ja, ik dacht ook. Loop die kant op. Dankjewel. In de Spike Room worden de opdrachten telkens heftiger en zwaarder. Een stuk brood, alsjeblieft. Dit is van mij. Knabbel. Goed gedaan. Jezus, ik heb normaal echt geen schrik van ratten. Maar deze keer, ja, je zag dat. Niks levels. Ze hebben geknaagd, ze hebben gebeten. Ze hebben en je voelde dat echt zo aan. Maar die zaten allemaal hier, hè? Die wouden warmte, denk ik. Of ze roken kaas. Nee. Ja. Wat denk je? Ja. Honden, dat kan van alles zijn, hè? Wij hebben honden. Ja, we sowieso bijten. Wij hebben honden. Nee, ik ben echt aan het transpireren. Orkaan en honden, dat gaan niet samen, hè? Dat weet je toch? 3, 2, 1. Wat heb ik gedaan? Dat is de eerste keer dat ik wacht met Tintin. Ik moet nooit wachten. Maar je weet niet wat de opdracht is. Het heeft iets met honden te maken. Je kunt het. Luizenfluisteraar, hondenfluisteraar, allemaal hetzelfde. Ik ga ervoor. Je kunt het. Oké. Ik denk dat de politie ook zo'n honden gebruikt, als ik me niet vergis. Ze lijken er toch op. En het zijn geen lieve honden. Ze stralen gezag uit. Maar ik ook. Je bent er alweer? Yes. Baal je? Ja, toch wel. Oh god, ik weet echt wat er gebeurt. Jij kan die laatste ticket voor de hele groep binnenslepen. En dan gaan jullie met z'n allen op vakantie. En dat zou ik echt willen. Kom maar, Jawad! Ik ga de opdracht voorlezen. Herdershonden staan in de top 3 van rashonden... die wereldwijd het meeste aantal slachtoffers maakt. Dat is goed nieuws. Jouw opdracht. Trek een hondenbijtpak aan... en dien als lokkaas voor 1 van deze doorbijters. Dit staat je te wachten, als je het doet. Ja, niet 1, niet 2, onmiddellijk 4. Oh, ik vind dit verschrikkelijk, ben ik heel eerlijk in. Ja, ik ook. Ga ik heel eerlijk in. Maar die kwispelen met je staart. Wat wil dat zeggen? Dat is dat die content zijn. Mm. Moeten ze alle 4 op mij springen of wat is het plan? Eentje, omdat het anders echt te gevaarlijk is. Ja, inderdaad. Eentje is al heftig en ik kan je vertellen, zelf is dit er eentje die ik niet had gedaan. Ik twijfel oprecht, maar ik ga niet terugkrabben. Ik heb het beloofd, dus... Waar twijfel je over dan? kan allemaal vast aflopen. Ja. Ik kan snel lopen. Sneller dan een herdershond? Nee, nee, nee. Nee? Oké, dan wil ik nu jouw definitieve antwoord geven. Ja, fuck it. Ik doe het. Zweethandjes. Ja, terecht. Ja. Oh my god. Nee, het is moeilijk te laag. Zometeen zeg ik 3, 2, 1. Dan start je. Ga absoluut niet sprinten. Rustig lopen. Oké. Ready? Nee, ik doe het gewoon. 3, 2, 1, go. Rustig lopen. Rustig lopen, 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 lopen. Hij zit vast. Jezus. Hij zit vast. Sterke beesten. Ja, ik probeer je vragen te stellen. Kom er even bij. Ja, ik kan vragen hoe het was, maar je valt bijna flauw. Die honden waren sterk. Hond, het was er maar één, maar ik zag ze alle vier. Ja? Ja, het zijn echt sterker dan verwacht. Hey. Dat is... Pakken. Dat is de laatste ticket voor jullie team. Hoe voelt dat? Veel te goed. Veel te goed? Veel te goed, echt lekker. Goed, zo leg hem erbij. En ik zeg, vier feest, pak elkaar beter en geniet, want jullie gaan naar de Ark met z'n vieren. Sowieso. Heel erg veel plezier. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Dit was de Spike Room. Tot de volgende keer. Wauw, wat is het heftig, hè?